Ik bevat het nog niet helemaal. Ik ben zo ongelooflijk trots. En het enige kan ik maar denken is van het F-woord. Mag ik vast niet zeggen. Maar dat denk ik de hele tijd. Maar had jij dit verwacht met de concurrentie van Bergsma en vooral natuurlijk ook van Sven Kramer? Nee, ik heb echt nog... ik ben echt een pessimist wat dat betreft. Echt een hele goede vrouw. Boe. Toen die Bergsma had gereden, dacht ik, nou, dat gaat hij nooit halen. Dat is het eerste wat ik zei. Gaat hij echt niet halen. Nou, toen had hij het gehaald. Nou, Kramer gaat vast sneller. Zo ging ik. En gelukkig had ik beide keren ongelijk. Maar ik ben zo trots. En Ted is altijd in zichzelf blijven geloven. Die heeft altijd het geloof gehad van ik kan iets heel moois. En dat heeft hij natuurlijk al gedaan met die wereldrecords. Maar wauw. Je hebt al Nederlandse fans die hadden natuurlijk gehoopt op Jorrit of op Sven. Maar wat wil je zeggen tegen al die Nederlandse straatfans? Ja. Is het ook toch een beetje? Nee. Dit is puur Canada. Ja? Echt, ik spijt me. Ik weet, hij komt uit Nederland. Hij heeft lang getraind. Maar dit is puur Canada. En dit is echt dankzij dat team in Canada. Dankzij die mensen daar, Oval. Dit is puur Canada. En waarom voel je dat zo? Omdat hij daar zo happy is. En hij wordt geaccepteerd zoals hij is. En je bent heel emotioneel krijgt... onder ook, hè? Ja, hij komt elke dag thuis en is zo blij.